We geven heel veel geld op dit moment uit. Is ook goed, maar tegelijkertijd moet wel verdiend worden. En het wordt alleen maar in de bedrijven verdiend. Door werkgevers en werknemers samen. Dus hoe meer bedrijven op de been houden, hoe beter het is voor de Nederlandse economie. Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen denken, heeft Koninklijke Horeca Nederland en heeft MKB Nederland en heeft misschien ook ONL dan niet goed hun huiswerk gedaan, dat ze bij het kabinet hebben aangegeven van denk aan de maatvoering voor deze maatregelen? Nou, je kan van mij aannemen dat we dat allemaal in koor hebben gedaan natuurlijk. Op heel veel plekken en op heel veel momenten. Maar misschien niet goed genoeg dan? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd lastig te zeggen of het goed genoeg is geweest. Kijk, we hebben ook al aan het begin van het zomerreces tegen het kabinet gezegd. Ik ben vlak voor het reces nog bij verschillende ministers op bezoek geweest. En gezegd, onderschat het niet, hè? Het lijkt nu even wat minder met het aantal besmettingen. Maar onderschat het niet. Maak nou scenario's. Ga nou scenario denken. Wat doen we als de mensen terug van vakantie komen? Want je kon aanzien komen dat mensen terugkwamen van vakantie en dat de besmettingsgraad omhoog ging. Maak scenario's. Ja, in mijn ogen is dat onvoldoende gebeurd. In mijn ogen is men ook misschien wel te veel bezig geweest met andere zaken. Ja, ik weet nog, eind augustus was het CDA vooral met zichzelf bezig, hè? Mevrouw Kaag was bezig met lijsttrekker van de D66 worden. Ja. Iedereen was met zijn eigen onderwerpjes bezig. Mijn indruk is nogmaals, men zag het niet echt aankomen. Laatste weken veel improvisatie. Ik zou zeggen, nu met beide benen terug op de grond. Komende weken goed met ons in gesprek. De juiste dingen doen en zorgen dat we doorheen komen.